Hallo allemaal, hier zie je dat mijn zoon houten blokjes van de gordingen afslaat. 4 jaar geleden hebben we sandwichpanelen nieuw op het dak gekregen. En daarvoor hadden we golfplaten met daar onderlangs de panelstroken. En die zaten tegen die houten blokjes aan getimmerd. Nu zijn die Dupanelplaten al 4 jaar weg, maar die blokjes zaten in een gedeelte van de stallen nog. En die worden hier weggehaald, want hier willen we langs een van de gordingen een nieuwe waterleiding plaatsen. Nou, de steiger wordt steeds een stukje verzet. Makkelijk om die erbij te hebben. Ik had regelmatig behoorlijk last van lekkage bij de waterbakjes. En de waterleiding liep door de beton. En waar die uit de beton kwam steeds lekkage. En dan moest ik weer beton bikken en alles. En dan was ik zat en nu wordt langs een van de gordingen hier een nieuwe waterleiding aangelegd. En dat doet Scholten. Kijk, die heeft hier al een nieuw drinkersbakje aan de wand bevestigd. Met een pijpleiding naar boven waar de kalveren niet in kunnen bijten. En dan verder met een tileenslang. Tja, en dan kunnen de oude drinkersbakjes eruit. Nou, dat is ook opnieuw een mooi klusje voor mijn zoon. Die draait ze allemaal los. Ja, daar gaat er weer een. Het zijn er 4. En dan een paar dagen later, dan spuit ik het laatste stuk van de stal schoon. Hier de achterste helft van de voorgang met de voerhekken links en rechts. De rest van de stal had ik voor de zomervakantie al mooi schoon. Kijk, daar zie je een van de nieuwe drinkersbakken. Vooral fijn om hier langs het voorhek van de koeien die aangekoekte maisresten weg te spuiten. Nou, dan ben ik hier klaar. Voorhek, dat blinkt weer mooi. Nieuw zaadsel hier in de lichtboxen voor de kalveren. En daar doen we meteen een koppeltje van 6 nieuwe kalveren naartoe. Die schuiven we door in de lichtboxen waar ze moesten liggen, daar zijn ze eigenlijk te groot. Nou, deur dicht. Kijk, nieuw drinkersbakje. En dan gaan ze in de achterste helft. De voorste helft is voor de pinken. Die zijn buiten. En hier komen straks ook nog grotere kalveren bij als die weer naar binnen gaan. Hier nu een koppeltje van 6. Ze zijn tussen de 5 en 6 maanden oud. Leeftijdsverschil is slechts 4 weken van deze 6. Nou, even wennen in een nieuwe omgeving. En zeker, ze beginnen meteen te drinken uit de nieuwe drinkersbak. En de kop door het voerrek, dat zijn ze zo nog niet gewend. Na tijd dat ze wat voer krijgen. Mijn zoon die pakt een ronde baal. En daar krijgen ze dan voer van. En daar beginnen ze ook meteen van te vreten. Mooi om te zien dat de kalveren zo snel wennen aan een nieuwe plek. En ik ben ook blij met die nieuwe waterleiding, want ik was die lekkage behoorlijk zat. En daardoor kwam er ook steeds veel te veel water in de mestkelder. En dat nam ruimte in. Kijk, ze hebben de nippel ontdekt, hoe die werkt. En daar drinken ze. Mooi om te zien hoe snel ze dat oppakken. Alsof ze niet anders gedaan hebben. In het drinkersbakje zitten om een paar dagen aan de muur. En dan, moe van alle nieuwe indrukken, gaan ze mooi op een rijtje leggen. Nou, tot zover deze vlog. Oh ja, nog een kleine toegift. Groetjes en tot de volgende keer.